De zippersjaal van Ina. Ik had nog beloofd een filmpje te maken voor de knopenversie in plaats van de rits knopen eraan te gaan maken. Ik ga jullie laten zien hoe dat moet en waarop te letten. Goed, ik wil toch even wat met jullie delen. Hebben jullie het ook dat jullie ergens een bak of een doos hebben staan met alleen maar restjes erin waar je eigenlijk niks meer mee kan, maar gewoon zonde vindt om weg te gooien? Nou. Ik heb dat dus geregeld. En wat ik dan meestal doe, is de bollen bij elkaar pakken en gewoon willekeurige volgorde opwinden. Kijk, dus mijn bolletje. Dat is Fenna en dat is garen van de Action, de Me Variety geloof ik dat die heet. Het is allemaal acrylgaren. Ik heb die met de wolwinde opgewonden. Alle stukjes aan elkaar geknoopt met een platte knoop. En ik ben hier geëindigd met de roze. Ik had nog genoeg bollen over, dus ik ben begonnen met de volgende. Hier ben ik dus ook weer begonnen met de roze. Ik heb gezorgd dat die eindigt met de roze en deze begint met de roze. Zodat je kleurverloop mooi door blijft gaan. Ja, goed, ik heb hier alle knotten opgewonden. Ik heb een oud labeltje gepakt en die heb ik eromheen geplakt, dat het een beetje bij elkaar blijft zitten. En je hebt een mooi variabel knotje. Nou, daar kan je dus ook hele mooie dingen mee maken. Het kleurverloop gaat dan automatisch mee. Goed, dat is een leuk tipje voor wat te doen met je restjes. Enfin, ik heb hier even een klein stukje gemaakt met 30 steken ongeveer. Het is alleen om jullie even te laten zien hoe de knopen aan te zetten. Ik hoop dat het een beetje zichtbaar is, de kleuren. Kijk, dit is de kleuren van de Venna van een paar jaar terug. Die had ik nog leggen. Het was niet heel veel, dus ik heb het gewoon mooi opgewonden met de rest. Goed, wat je gaat doen. Is kijken welke knoop je wil hebben. Nou, ik heb zo'n doosje met. Ik zal hem eens laten zien. Allemaal knopen. Die knopen zijn in de jaren gewoon uit de kleding getrokken die weggingen. Nooit wegdoen, altijd bewaren. Kan je altijd nog een keer van pas komen. Goed, je kan de knopen aanzetten al hakend met twee dingen. Of met een naald met een groot oog waar je draad dubbel doorheen kan. Of zoals ik hier heb, gewoon een fijn haaknaaldje. Gewoon een goedkoop naaldje. Hoeft niet veel voor te stellen. Hoeft geen dure naald te zijn. Het is alleen om even een draad op te halen. Die naald moet wel door de knoopsgaten heen passen. Niet te moeilijk, niet te strak bedoel ik, sorry, het moet er losjes erheen gaan, want je moet de draad op kunnen halen. En het andere punt is, als je nou zo'n hele grote knoop hebt als ik, en je hebt natuurlijk die stokjes gemaakt, op de manier zoals ik uit heb gelegd in de film, kijk eerst even of je hem nu gewoon makkelijk doorheen krijgt. Door tussen die stokjes door. Kijk, op zich lukt dat prima. Ziet u? Nou, hier nog een keer. Krijg hem er gewoon doorheen. Dus dan hoef je al geen knoopsgaten te maken. Mocht jij wat strakker haken dan het ik haak en hij komt er niet doorheen, dan zal ik je laten zien wat te doen. Je hebt de das van de sjaal van Ina. Dit is natuurlijk een hele lange das in het echtje. Leg je hem dubbel. Ga je eerst bepalen waar wil ik de knopen hebben. En dan zet je een marker neer. Of het nou een draadje is of een stekenmarker, dat maakt eigenlijk niet heel veel uit. Nou, ik zal eens een stekenmarker pakken. Let wel op natuurlijk welke kant je wil sluiten. Je hebt een dameskant en een herenkant. Als je het niet weet, pak gewoon even een blouse of een broek. Dan weet je gelijk waar je knoopsgat moet komen. Nou, ik steek hem even hierin. Zo. Hier wil ik uiteindelijk mijn knoop hebben. Dat is 1, 2, 3, 4e steek vanaf het begin. Dan ga ik de andere kant ook pakken. Ja. 1, 2, 3, 4e steek. Dat is hier. Dus hier gaat mijn knoopsgat komen. Nou. Dan ga je gewoon haken zoals het patroon beschreven is. Ik ben in de toer dat ik achterlangs moet haken. Even kijken. Daar. Dan ga je haken tot de stekenmarker. Dat is 1. Dus het begin is 2, want die had ik al gehaakt. En dat is nummer 3. Dan ben ik bij mijn stekenmarker en dan haak ik 1 losse. Sla ik de stekenmarker, die plek sla ik over. En de volgende maak ik mijn toer verder af. Het is even een beetje priegelen. Kijk, nu heb ik het gat gemaakt van mijn knoopsgat. Doe dit echt alleen als het echt nodig is.
Als je hem een beetje stroef door het gaatje heen krijgt, dus tussen de stokjes door, dat is geen enkel probleem. De steken zullen zich uiteindelijk wat losser gaan maken. Dus op het moment dat jij het gaat dragen, worden je steken ruimer. Dus als je hem er wel doorheen krijgt, maar wat moeilijk, laat het zo. Zorg ervoor dat je je plek afbakent daar waar jij je afzet, daar waar jij je knoop wil hebben. En ga gewoon de toer doorhaken totdat je bij het knoopsgat bent. Nou, ik haak even deze toer af. Totdat ik bij het knoopje ben. Want in dezezelfde toer moet je ook gelijk de knopen aan gaan zetten. En gaan die knopen al hakend aanzetten. Dus dat wil zeggen dat je geen losse draden of knoopjes hoeft weg te werken. En de angst dat je knoop eraf valt is dan ook een heel stuk minder. Niets is zo vervelend als je knoop eraf valt onderweg en je das valt af. Vooral in de winter, dan weet je het, dan ligt de smeur in je das en dan kan je hem weer in de was gooien. Zo, ik ben er bijna. Haak we even door. Zo. Nog een paar steken en dan ben ik er. En dan gaan we één steek voor de stekenmarker, dus de gemarkeerde plek waar we de knoop willen hebben, gaan we stoppen. En dan gaan we of de naald of de haaknaald pakken. Haaknaald is op zich hetzelfde. De naainaald is op zich hetzelfde als de haaknaald. Dus ik ga gewoon alleen de haaknaald laten zien. Zo, zijn we aangekomen bij de stekenmarker. Heb ik hier nog één steek over? Nou, we hebben een knoop met twee gaten. Dus we hebben twee steken nodig om de knoop vast te zetten. Hier is de stekenmarker. En dan kan je beter de voor eentje en de na eentje gaan pakken. Wat je doet is, je maakt de steek. Je trekt die lus op. Dan pak je knoop van onder naar van boven naar onder, pak je draad en haal je hem door. Ja? Nou, dan moet je even je draad doorhalen. Dan heb je hem door één kant, dus ik zal het nog een keer laten zien. Van boven naar onder. Pak je draad op en haal je draad door de knoop heen. Zo. Dan trek je de draad wat door. Zal je zien dat je stokje waarschijnlijk ook een beetje doortrekt als je knoopgat te groot is. Maar dat is geen ramp. Daar gaat het zich niet om. Nu leg je die aan de kant en dan pak je hem van onder de knoop naar boven op. En pak je weer diezelfde lus. En haal je hem naar achter door. Trekken weer een beetje de lus door. En dan halen we het stokje terug uit de knoop. Zo. En nu komt het leuke. Dan pak je de naald waar je je werk mee haakt. En dan probeer je de draad goed aan te trekken. Dat je naald strak aan je knoop zit. En dan haak je daar waar je stekenmarker zit. Dat ene stokje. Zorg ervoor dat hij goed strak blijft achter je knoop. Dus je mag er best wat spanning op zetten. Zo, stokje maken, stokje. Even kijken, want zo. En nu haak je de rest door. Zo, 1, 2. En de laatste is voor mij 3, want die stekenmark was nummer 4. Nu heb je je steek meegehaakt. Maar daar zijn we nog niet, want we gaan nog één toer erachter langs maken. Dus gaan we het werk draaien en we gaan de steek oppakken die je normaal ook zou doen. Even mijn draad eruit halen. Twee. Dus nummer 3. Nu zie je die knopen hier. De knoop hier. En je twee steken zijn dan een beetje weggemoffeld. Nou, het balkje gewoon weer op te pakken.
daar waar je steek zou moeten zetten. En bij die andere ook. Zo. Zo ga je de toer langs. Tot je weer terug bent bij het begin. Nou, zal ik het werk even draaien? Kan je het zien? Kijk, dan zit je knoop meegehaakt. Dan heb je geen losse draadjes weg te werken. Dat gaat nergens meer heen. Want je gaat die toer afmaken en eventueel nog één extra toer erlangs. Dat moet je zelf even kijken. Als je bij de punt aangekomen bent waar je één steek hebt overgeslagen, haak hier in de lus. Ik zal hem even omdraaien van de achterkant van het werk, want daar werk je. En dan zie je hier een dwarsbalkje. Pak die op en één extra. Dus door twee lussen heen. En steek daar het stokje in. En ga dan door met de rest. Toer daarna kan je kiezen voor een heel stokje te doen of een half stokje. Moet je zelf even bepalen wat je mooi vindt. Nou, dit is het knoop op mee haken. Als je dus niet zo'n haaknaald hebt, zo'n fijntje als ik, trek de lus even op, steek hem hierdoor en haal hem ook weer van onder naar boven en van boven naar onder door en haal je naald eraf. Je moet er dubbel doorheen. Enkel kan niet, omdat natuurlijk je draad nog aan de bol zit. Goed, dus het is eigenlijk op zich hetzelfde manier, alleen ik heb het nu met een haaknaald gedaan. Je kan het ook prima met een naainaald doen. Zorg er wel voor dat je een groot oog hebt, dat je draad dubbel doorheen kan. Ik hoop dat dit duidelijk was en ik wens jullie heel veel succes en ik hoop graag foto's te zien binnen in de topic van de Ina Zipper Shawl. Fijne dag!